Goedemorgen, dag 2. Ik ga het toch proberen. De medical team had het afgeraden gisteren om nog te starten dag 2. Ik heb geslapen. Mijn enkel is goed bewegelijk. Ik heb een stukje hard gelopen op het grindpaden bij het hotel. En het is gewoon pijnvrij, zowel bij het lopen als een trap oplopen. Dus ik ga gewoon proberen. Ik ga kijken hoe ver ik kan komen vandaag. Het is 32 kilometer. En gewoon heel easy, lekker rustig, geniet van het parcours. Het is flink ingetaped, ingezwachteld, dus rechts zie je wel dat het wat dikker is. Maar nogmaals, ja, ik kan alle bewegingen maken die ik moet kunnen maken met trail running. En ja, we gaan het wel gewoon zien, geen verwachtingen vandaag. Deze man is net bijna van het leven veroverd, hè? Echt? Wat is er gebeurd? Ik had in mijn handen. Ja. Maar die wilde ik eigenlijk niet meenemen. Maar die aanzet op die auto. Die zag dat. Ja. Die dacht, jij gaat er niet doorheen totdat ik die koek heb, Ries. Dus die aap. Dus die heeft die nu. Nou, die Sanne weer aan trekken en strekken. Ja, ja. Lekker soepel heupen. Die Sanne zit er goed in, hoor, vandaag. Camille, wat verwacht je van vandaag? Technisch parcours, maar goed, we zien wel hoe het gaat en we gaan voor. Spierpijn? Beetje. Ja, beetje. Te doen. Ja. Te doen. Tingly Son? Ja, ik voel me eigenlijk echt heel goed. Ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat ik sneller ben dan gisteren. En inshallah. 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 Het is dus iets drukker dan gisteren, omdat er ook sommige mensen de tweedaagse trail doen, dus het weekend trail. Dus extra voorzichtig uitkijken en in de massa meegaan. Kilometer, enkel gaat goed, huh? Maar geen risico's. Oh, dit is twee. 10 kilometer, 59 minuten, klein beetje verkeerd gelopen, controle per se. Kilometer 17, ik voel me echt ijzersterk. Continu mensen aan het inhalen. Terwijl ik gewoon mijn ding doe. Gewoon een eigen race. Hartstikke 140, 45. Gaat helemaal prima. 20 kilometer. Ik merk dat ik wat kleine foutjes begin te maken. Ik moet echt focussen. Dus ik film niet zo heel veel vandaag. Maar wel dit 20 kilometer gehaald. Op naar de laatste 12.
24 kilometer, slow but steady. Is gewoon nu 26 kilometer, verzorgspost 3, weer checkpoint gehaald. Ja, nu is het gewoon kwestie van de volgende stap halen, volgende steentje. Rode steentjes vandaag, ontspannen. Oké, let's go. Lisanne, ja. Tweede dame vandaag. Niet normaal. Hoe dan? Ja, ik vloog. Ik voelde me zo sterk. En ik vond het vooral zo leuk. Die couscous van gisteren. Hoe was het parcours? Ik heb niet eens geplast. Ik ben echt alleen maar blijven rennen. Hoe vond je het parcours? Ja, te gek. Ik vond die van gisteren mooi, maar die van gisteren was zo technisch. En vandaag was het heel technisch, maar was het een beetje à la schorrel technisch. Dit ligt wat meer bij je. En ik was gewoon heel sterk. Je hebt van die dagen. En gewoon podium gehaald. Bam. 3,26. Wat een topper. Beest. Topper. Nee. Maurik is een beetje stijf. Ja, Maurik is naar de klote. Modi liep ook verkeerd. Dubbels. Nee, is het klote. Korte race recap, hoe ging het? Veel beter dan verwacht en ik had een onwijs aardige Franse Marokkaanse man die mij de hele tijd hielp, bij me bleef aanmoedigen. Ik ben twee keer gevallen, één keer door mijn enkel gaan. Toen dacht ik fuck, dat komt niet goed, maar ik heb het gehaald. En derde. Dat ook nog. Bizar. Mijn goed, hè. Wow. Alistair, first reaction. That was good. It's good. Good? Good, yeah. Tough. Tough in the heat. You like it? Yeah, it's good. The forest? Yeah. Just warm. Is dit de tweede dame? Ja, dit is Lisanne. Yeah. Massage. Perfect. Geniet je? Ja, ik heb een hele lieve masseur. Hij is zachtjes. Oh, heerlijk. Moos aan het afzien voor de eerste keer vandaag. Ja. Heel makkelijk gelopen vandaag. Nee, niet helemaal. Het was niet mijn dag hoor. Vandaag. En hij heeft die pijn in zijn poten. Sharif is torture. Yeah, yeah, he likes. Welcome. Best day of the year. En jij ook knap gelopen hoor. Sportman. Inspirator. Reisleider. Echt een doorn uit de teen verwijderen van Marieke. Niet leuk. Wat zijn ze nou eigenlijk aan het doen? Ja, ik had er een blaar, een beetje los van mijn voetjes onderweg. Maar volgens mij vinden zij het allemaal wel meevallen. Goed. Gewoon een blaar doorprikken. Ja, dit. Joh, dat is allemaal niet erg. Maar ik denk, ja joh, alles uit de kast hè. Alles voor de trail. De trail. Maurik gaat aan de groeihormonen hier ook. Ik denk niet dat veel mensen op mijn voeten zitten te wachten. Hebben ze hier op patat, Maurik? Ja, ik hoop het wel. Lekker salade. Een beetje mayo erbij. Nou joh, dat is allemaal heerlijk. Olijven, eet is fantastisch. Rijst, satéetjes. Goed op. Het herstel begint nu, man. Zwiel begin. Koetjes buffet. Loen. Bon appetit, Alistair. Dat is echt lief hoor. Dat betekent met één adem. Aangekomen bij de bron. De bron. De heilige bron. Daar ligt de god zelf, Momo Amadadi.